Hallo, welkom bij Ask & See Tara, bij Global Tara Entertainment. Mijn naam is Banus, ik heb nog steeds geen introductie nodig, so let's go on with the show. Vandaag hebben we een hele speciale gast die een niche voor zichzelf heeft gecreëerd van een kunstenaar uit Nederland tot een van de grootste filmindustries ter wereld, Bollywood. Ze heeft gewerkt met de huidige hartkloppingen Hrithik Roshan en Tiger Shroff. Heeft model gestaan voor enkele van de grootste merken in India en Nederland. Moment in Nederland heeft ze 3 musicvideo's geproduceerd waarvan ze heeft gespeeld en in heeft gezongen. Eén van hen speelt momenteel op de grootste muziekzender van India. Check it out, Z5. Binnenkort zal ze te zien zijn in verschillende series en movies across India. Welkom Miss Jinita Sunaina. Welkom. Thank you for having me here. Dankjewel. Ja man, 100. Long time. Ja, echt lang geleden. Maar ja, heel leuk je weer te zien. Ja mensen, ze is helemaal uit India overkomen vliegen voor de interview. So let's get it. We gaan beginnen met de eerste vraag. Wat wilde je worden toen je klein was? Toen ik klein was? Ik wilde altijd mensen helpen. Dus dat is niet echt een beroep, maar ik wilde altijd mensen helpen. Ik dacht altijd na van, als er zoveel rijke mensen zijn, waarom zijn er dan zoveel arme mensen? Waarom kunnen de rijke mensen arme mensen niet gewoon wat geld geven en de wereld is dan veel beter? Nou, ik bleef altijd daarover nadenken en ik wist gewoon zeker vanaf toen ik klein was al dat ik altijd mensen zou willen helpen in mijn leven. Dus ja, niet echt een beroep, maar... Dus was, vanaf kleins af aan had je al een wijze denkwijze. Ja, met frustratie, ja. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Wat heeft jou in de muziekindustrie gebracht? Nou, eigenlijk hetzelfde. Mensen helpen, want doordat al dat nadenken vanaf kleins af... vond ik het belangrijk om een podium te hebben, een platform te hebben. Want als je dat hebt... kan je meer mensen bereiken. En als je meer mensen kan bereiken, kan je meer mensen helpen. En ik vond het ook altijd leuk, dat culturele Bollywood-lampje draaien, hoe jullie het noemen. Ja. Dat vond ik ook altijd leuk, dus ik had altijd iets met India. En dus dat heb ik dan eigenlijk gecombineerd, mijn cultuur met mijn denkwijze van het helpen van mensen. Mooie denkwijze. En ik denk dat de kijkers en ik wel willen weten... Wat doe jij in je vrije tijd? Wat doe ik in mijn vrije tijd? Eten, slapen, schetsen, tekenen, dansen, zingen. Ik ben nu ook begonnen met een script schrijven. Dus ik heb een short film geschreven. Ik ben nu ook bezig met een andere film. Een echte film eigenlijk. Dus ja, dat probeer ik nu. En in de lockdown in India, met de COVID, ben ik ook begonnen met plantjes groeien. Zo, je hebt wel groene vingers. Ja. Ik moest mijn Madame Jeanette hebben in India, toch? Ja, dus je bent het zelf gaan kweken. Ja. Biologisch, ja, maar ja. Dat is echt een goede investering van jou, want groen is de toekomst. En wat is jouw inspiratie? Wat inspireert jou? Dus mensen helpen, maar mijn echte inspiratie en mijn rolmodel, dat is mijn moeder voor mij, met mijn oma en ook mijn zus. Heel veel mensen zeggen dat over familieleden en ik ben opgegroeid heel erg close met hun. En uiteindelijk ben ik toch verder weggegaan, dus uit het land, en dat was wel een beetje zwaar, omdat ik zeg al, hun zijn mijn inspiratie. Maar door wat hun allemaal heen zijn gegaan, zeg maar, in hun leven en hoe ze staan, sterk als vrouw, dat is echt een inspiratie voor mij. Oké, en wat we ook nog zouden willen weten, want aangezien je veel moet reizen, je travelt vaak, spreek je nog andere talen? Ja, Nederlands, Engels en Hindi, dat zijn de basistalen eigenlijk. Dus je weet je wel uit de voeten te maken? Ja, jawel. Gelukkig wel. Als je niet beroemd was, wat zou je nu op dit moment doen? Mijn vader heeft een eigen business. Dus ik denk dat als ik niet in acteren was gegaan, dat ik dan in business zou gaan. En ik heb zelf ook economie gestudeerd. Dus dan denk ik dat ik via
business dan op een simpele manier mensen zou proberen te helpen. Maar dat is wel altijd de rode lijn voor welke kant ik ook op loop. Ja, ja, ja. En naar wat voor muziek luister jij zelf in vrije tijd? Dat is echt verschillend eigenlijk. Want soms dan luister ik naar heel rustig muziek, net als India's of zoals die oudere, ja, echt, maar echt oud muziek, zeg maar, black and white stuff. En soms luister ik weer dancehall en Tupac en Bob Marley. En maar ja, ik maak het wel voor mezelf altijd en probeer ik het elke ochtend altijd te beginnen met een goddelijk liedje, zeg maar. Omdat ik dat altijd een divine, weet je, ook al is het just music. Maar om die positief, ja, weet je, positiviteit te behouden, dat vind ik wel een belangrijk iets. Oké. En met wie zou je nog willen samenwerken? Ja, samenwerkingen vind ik zelf heel erg belangrijk. Omdat bij elke samenwerking dan leer je wel van iemand. Dus ja, samenwerking. Ik sta open om met iedereen samen te werken. Maar ik vind het wel belangrijk als ik met iemand samenwerk om, weet je, de same level of interest, je weet wat ik bedoel, ja, toch? Ja. Om dat te hebben, want als je dat niet hebt, vind ik dat het een tijdverdoe is, ja, weet je. Ja, je moet wel, staan, ja, zeg maar. Juist, inderdaad. Sorry. En nu komt de big question. Waar ben je opgegroeid? Nederland. En als je wat over vertellen? Noodorp. Ik ben geboren in Den Haag eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik ben opgegroeid in Noodorp. Dus een dorpje. Okay. Ja, het is nu wat groter geworden met Ippenburg. En het was altijd gemeente Pijnakker Noodorp. Maar mm-hmm. Ja, je bent daar toevallig ook vorige keer geweest. Dus ja, daar ben ik echt van klein meisje groot geworden. Ook, ja. Ik zag veel nieuwe bouwhuizen daar. Ja, er wordt nu heel veel gebouwd inderdaad. Het ziet er wel gezellig uit. Ja. En is er nog een plek waar je nog naartoe wilt gaan? Een plek? Ja, eigenlijk wil ik best wel nog naar veel plekken gaan. Mm-hmm. Maar ik wil echt naar culturele plekken gaan. Dus als ik naar een land ga, ik wil eigenlijk de hele wereld zien. Maar als ik dan naar welk land ik ook ga, wil ik meer de real life zien, weet je. Dus niet de toeristische plekken waar je alleen maar kan relaxen en zo. Ik wil echt zien hoe mensen overleven en de cultuur en weet je, wat het inhoudt. En ja, dat eigenlijk. Oké, dan gaan we naar de volgende vraag. Hoe zou iemand jouw speciale aandacht kunnen vangen? Aan de ene kant, het lijkt heel moeilijk, maar bij mij is het best wel makkelijk. Het zijn de kleine dingetjes, weet je. Bijvoorbeeld als je iemand helpt, een ouder iemand helpt om over te steken. En nu met corona zie je dat niet snel gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld jongeren die dan nog wel voor bijvoorbeeld een hoogzwangere vrouw opstaan in een bushalte of iets. Die kleine, simpele dingen wat eigenlijk voor mij de belangrijkste dingen in het leven zijn. Als ik dat zie, dan somehow geef ik die persoon al over. Kijk, weet je, dan respecteer ik diegene al gelijk op een andere level. Oké. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar? Nou, mooie vraag. Over 5 jaar moet dit interview miljoenen views gehad hebben. Mm-hmm. En ik moet heel veel goals, wat ik voor mezelf heb al achieved hebben. En ik denk dat wij dan moeten plannen naar our next move. Want daar komen denk ik heel veel dingen aan. Zo, ik denk het ook wel, ja. In de wereld en in de business. Ja. Dus ja, dat vind ik wel belangrijk, dat we moeten doen. En wat wij in de fans nog willen weten. Wat beschouw jij als je hoogtepunt van je carrière? Dat mag in Nederland of dat mag in India zijn. Een hoogtepunt. Ik zou toch in Bollywood weer. Ik hou echt van Bollywood. Met de wat oudere generaties willen werken. Een lievelingsacteur was altijd Praan. Hij leeft helaas niet meer. Maar er zijn nog vele anderen wie ik respecteer. En met wie ik toch zou willen werken. En naar wie ik heb gekeken. En ik ben echt een. Ja, ik ben meer naar die oude Bollywood films altijd gaan kijken. Dus dat. En toch een film met Sanjay Leela Bhansali, sir, of Rajshri Productions. Dus dat zouden echt een, dat ik denk van... Dat zijn echt de ik heb het, nu heb ik, I've done it. Ja. Ik heb ze ook allemaal gekeken hoor, vroeger al die boy. Ja? Ik hou van Sun & Dance toch. Ja, sowieso. Grote fan ook zelf van die film.
En dan gaan we door naar de volgende vraag. Wat is de beste aankoop die je ooit hebt gedaan? Mijn beste aankoop? Ik heb geen idee. Ja, misschien mijn vliegticket naar India. Ja, dat is een goede investering geweest. Ja, want ik vind het ook een... het is op mijn weg gekomen met Gods gratie, maar ik vind ook dat innerlijk en weet je, bepaalde vragen die ik als kind altijd al had, diepzinnig, sorry voor deze diepzinnige dingen, maar bepaalde vragen die ik als kind al had, die zijn op mijn weg, terwijl ik daar was in India, zijn ze zeg maar, weet je, geconfirmed van, oh, je had wel gelijk, je dacht de goede richting op en zo ben ik toch, vind ik, ja... persoonlijk van binnen ook gegroeid in India. Ja, oké. Zou je je fans nog een boodschap willen meegeven? Ja, zeker. Ik zou willen zeggen van alle dromen die je waar wilt maken of die je hebt, dat kan jij. Het moet van binnen komen, je moet geloven en natuurlijk hard werken. Het lijkt altijd makkelijker. In het Nederlands zeggen we het gras is altijd groener aan de overkant. Maar als je het echt wil en ervoor gaat, dan kan het. En luister altijd naar je inner self. Ook al is de situatie moeilijk, die zal je nooit, die zal jou nooit de verkeerde kant op sturen. En stay blessed, stay safe, all love and light from me. Dat eigenlijk. Mooi. We gaan door naar de tweede ronde, mensen. Deze ronde heet Rapid Fire Round. We gaan er een paar vragen stellen waarop ze zo snel mogelijk antwoord moet geven. We gaan door naar de eerste ronde. Waar is de slechts ruikende plek waar je ooit bent geweest? Begraafplaats. Zo, die is wel Ja. Nee, daar wil ik liever niet zijn. Nee, ik ook niet. Tweede vraag. Wat is je favoriete spel? Sudoku en domino's. Domino's, oké. Ja. Heb je op dit moment iemand op het oog? Jazeker, jawel. Misschien, of een puppy love. Okay. Wie weet. Wat is jouw grootste fout in de keuken? Mijn grootste fout is dat ik een keer in India ging ik dal maken en uiteindelijk was ik weer aan het werk en toen heb ik dat laten verbranden, maar... Voor de rest denk ik niet dat ik veel fouten zou maken, want ik ben best wel een foodie. Dus. Vind ik zonde. En houd je van augurken? Ja, lekker. Eet je augurken? Ja. Ik eet ook haring. Dutch. Dus. Stel je zou een boot hebben. Hoe zou je hem noemen? Of een jacht? Een jacht of een boot? Sitara. Sitara, oké. Okay. Mooie naam. Zing je wel eens onder de douche? Dat is wel een vraag wat veel fans willen weten. Zeker weten. Waar zijn de meeste carrières begonnen? Ja, denk het wel. Oké. En stel je zou een superkracht hebben. Welke zou dat zijn? Zou ik niet willen verklappen. Die moet je voor jezelf houden, toch? Anders is het niet meer super. Ja, zeker. Wat is jouw favoriete eten? Ik hou van veel eten. Veel dus eten. Ja, verschillend. Ja, maar ik moet pittig wel. Pittig eten. Ja, ik moet altijd, dat zei ik, madame Jeanette. Ik moet dat altijd hebben met chilies. En soms zeggen ze tegen mij sabzi, noemen ze zeg maar je groenten en je gerechten wat je eet met je rotis en zo'n paratha's in India. Zeggen ze, je eet nog meer groenten. Nee, je eet nog meer peper dan groenten, weet je? Het is net als een bijgerecht voor jou. Zoveel eet ik peper, zeg maar dat. Maar ik ben ook een zoete kouwer. Ja, altijd als ik in Nederland kom, weet je, die bossenbollen, tompoesjes, paprika chips, al die dingen. Fijnproever dus. Ja, zeker weten, ja. Dan gaan we naar de laatste vraag voor vandaag. En dat is, zou je een fan willen daten? Een fan willen daten? Weet je wat het is? Ik ben niet zo in dat, weet je, wat nu gaande is. Van, oh, je moet daten of... Ik vind het moet vanzelf komen, die connectie. Ik zou niet zeggen, oh je bent een fan, ik ga jou daten. Of, oh je bent geen fan, ik ga jou daten. Weet je, die klik moet er zijn. En als die klik er zou zijn, dan zou alles gewoon vanzelf moeten gaan. The real thing. Weet je? Ja. Dus, ja. Nog van old school. Ja. Nog van de old school. Ja, zeker weten. Old school like-minded.
En dit was het weer voor vandaag. Ja, ik hoop dat jullie hebben genoten en dat het een informatieve interview is geweest met Jeanita Sunaina. Jullie zullen waarschijnlijk in de toekomst heel veel van ons, van haar gaan horen. Tot de volgende keer. Ask and See Tara bij Global Tara Entertainment. Banos in the house, Damien Studios, Black Pharaohs. Ik zie je, we zijn out. Thank you.